Dag Poppend, Jan Oudkiet, David Poltrok. Wij gaan jullie vandaag iets proberen uit te leggen over de harmonie, muziekharmonie. En we gaan dat doen aan de piano. We gaan eigenlijk de basisconcepten uitleggen, beginnende van toonladders, toonaarden. We gaan wat over akkoorden vertellen, we gaan wat over progressies vertellen. En Jan is bij deze mijn gewillig proefkonijn. Bedankt daarvoor. Goed. Ja, harmonie, dat moest ik doen na 5 jaar notenleer pas. Dus we gaan niet eens... Ja, ja, dus dat doen de jongens. Die kunnen dat, hè. De huidige generatie. Sociale media enzovoort. Ze zijn wel niets vies. Goed, Jan... Zullen we beginnen bij de do? De do misschien, ja. De middenste do, heel belangrijk. Ja. Dus deze do is eigenlijk ons startpunt. En de bedoeling is dat Jan nu eens... vertrekkende van de do, alle witte toetsen zal spelen tot de volgende, tot hij de volgende do bereikt. Je begint direct met een hoog niveau. Prachtig. En de juiste vingerzetting krijgt u er meteen bij. Op de 3, dus na de 3 ga je terug. Dan gaan we naar de 4. Het is maar een tip. Voilà. Dit is wat we nu gespeeld hebben, is de toonladder van do. Jan, kunnen we misschien nog spelen? Perfect. Beginnende van op die do kunnen wij ook de gevleugelde hit Broeder Jacob proberen te spelen, Jan. Ik doe een poging. Geweldig. Waarom heb ik dat Jan gevraagd? Omdat Jan de hit Broeder Jacob op dit moment in de toonaard do of C heeft gespeeld. Laat ons eens de la opzoeken, Jan. Dat is de makkelijkste, want dat is die met alleen maar de alleen witte. Maar de witte toetsen. De la opzoeken. En de melodie van Broeder Jacob. En de melodie van Broeder Jacob probeert te spelen, ja. Beginnend van op de la. En gebruikmakend van de witte toetsen. De witte toetsen, uiteraard. Broeder Jacob is een beetje bedroefd. Droevig. Dit werkt niet. Waarom werkt dit niet, Jan? Ik denk, David, ik weet wel zeker dat het niet werkt, omdat hier geen zwarte tussen zit. Dus met andere woorden, hier zit wel een zwarte tussen. Dus tussen deze twee zit 2 halve tonen verschil. Ja. Die zitten hier niet. Wel, dus... laat ons eens terugkoppelen naar onze toonladder do. Ja. Dus we hebben die gespeeld en misschien kunnen we eens proberen elk interval, dus elke afstand van de ene toon naar de andere, proberen uit te leggen en te meten vooral. Ja, dus hier zit een zwarte tussen, dus dat zijn 2 halve. Ja. Als ik dat hier doe, dus dat klopt. Ja. En hier wordt hij een beetje bedroefd, want er zitten 2 halve tussen en hier zit er maar eentje tussen. Dus ik moet eigenlijk, als ik 2 halve doe... Perfect. Wat heeft Jan nu gedaan? Jan heeft nu het melodietje van Broeder Jacob getransponeerd. Laat ons even de toonladder van do opnieuw herbekijken. En eens zien over heel de lengte van de 8 noten waar die halve tonen nu exact zitten. Waar de zwarte weg zijn. Hè? Ja. Je ziet het meteen grafisch waar ze, of visueel waar ze weg zijn. Dus hier heb je een hele toon. Want daar zit een zwartje tussen. Hier heb je een hele toon. En hier is die zwarte weg. Ja. Dat is een kleinere afstand. En dan terug. Het zijn allemaal hele tonen. En hier zit er ook. Die zwarte is weg. Ja. Dus als we dat samen kunnen vatten, dan komen we eigenlijk tot de vaststelling dat de toonladder, een grote terstoonladder noemen we dat, trek je van die naam niets aan, eigenlijk bestaat uit de afstand van 1 toon. Dan nog een toon. Dan een halve. Dan 1, 1, 1 en een halve. En dit is een vastgesteld, laten we het een schabloon noemen. Dus 1, 1, een half, 1, 1, 1, een half. Dat is het recept van een toonladder. Dus het recept van een grote terstoonladder. En als we dit nu eens op re proberen, of D, dus D is de noot boven. Een toontje hoger. Het was 2 tonen en een halfje, 3 tonen en een halfje, dus... Maak een halfje. Ja. 1, 1, 1.
moet ik doen, want hier is geen zwarte. Halfje. Voilà. Ideaal. Ja. Laten we dit nog eens met La doen. Oké. Okay. Of dus A. Twee hele, een halfje, drie hele, een halfje. Eén, twee hele, een halfje. Hele, hele, hele. En hier mag weer een halfje. Dus ik heb drie zwarte nodig. Inderdaad. Zwarte noten. Ja. Misschien nog één keer ook, omdat de mensen niet zouden denken dat we alleen maar op witte toetsen kunnen beginnen. Precies te zijn. Ja, voilà. Misschien is op mi bemol. Een bemol, dat is een noot die een halve noot lager ligt dan de mi. Dus dit is de mi, de e. De mi bemol ligt hier. Dus we moeten één toon. Eentje, halfje. Heel, 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 half. Twee, hele, een half, drie, hele, een half. En misschien ineens nog eens de broeder Jacob in mi bemol. Voilà. Dus jullie hebben gezien dat Jan eigenlijk, om broeder Jacob te spelen, enkel maar de noten heeft gebruikt die hij in de toonladder van mi bemol heeft teruggevonden. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat jullie de toonladders goed kennen.